De Volendamse zanger Jan Smit heeft een tegenslag te verwerken gekregen. Hij wilde zijn gezicht laten vastleggen als merk, maar dat is hem niet gelukt. Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, EUIPO, heeft zijn aanvraag afgewezen omdat zijn gezicht niet onderscheidend genoeg is. Dat bevestigt zijn manager Alois Buis na een bericht van RTL News. Het EUIPO vindt dat Smit een feest in de kruid heeft en dat de merk juist uniek moet zijn. Buis vindt de beslissing best bijzonder. Hij zegt dat het belangrijk is om iets te beschermen als het een merk is. En dat is Jan Smit volgens hem zeker. De zanger had zijn aanvraag al in 2015 ingediend, maar die werd in 2016 geweigerd. Buis ging toen in beroep, maar kreeg vorige week pas een reactie. Hij laat het er niet bij zitten en gaat opnieuw in bezwaar. Hij wil voorkomen dat anderen misbruik maken van het gezicht van Smit, asterisk asterisk.